Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. En Ignacio Muñiz Viriate is vandaag de man met de fluit. Het startsein is gegeven en de Verenigde Staten trappen af voor deze bijzondere wedstrijd. Houdt die bal bezit? Voelde de sliding al aankomen. Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Henderson. Goed gedaan. Mooi schot. Gaat dit hem worden? Het schot. Ze mogen een hoekschop nemen. Zwak geschoten zeg, uitstekend gekiept. Dan moet je die reactie zien. Als een pijl uit de boog. Zie daar maar eens langs gekomen. Net begonnen en dan al een vrije trap.
Rooney heeft hem. En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. Jordan Henderson. En dat is een inworp voor de VS uiteraard. Beasley. Ingooi. Welbeck. Mogelijk een goede kans hier. Heeft zijn mannetje afgeschud. Die ging hard. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. Jones. Zo, die laat er geen glas over groeien. Meteen een overtreding. Hier zien we die redding weer, Juri. En het was een best schot, maar de keeper stond goed op te letten. Mooie redding. Dempsey. Bradley. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Jones. Welbeck. Barkley. Beasley. Jones. Sturridge. En zo raken ze de bal weer kwijt op het middenveld. De bal gaat naar de zijkant. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte? Ja, en nu? Hij schiet. Hij schiet de bal naar voren. Het gevaar is weg. Wayne Rooney! Wie heeft er bij Engeland de beste corner in huis? Gedaan, dat zie je zo. En op corners valt natuurlijk goed te trainen. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Wessler, Jones, Davis, Jones. Jongen, dat was een weggevertje zeg, en dat op dit niveau. Gerrard wordt op zijn hielen gezeten. Beasley heeft hem. Jones. Ja, en nu? Loeihard, een gevaarlijke situatie. Het is een doelpunt, ze gaan weer gelijk op. Gek toch dat je een wedstrijd zo naar je toe kunt trekken. Maar hem net zo makkelijk weer uit handen kunt geven. Een doelpunt via de lat, wat scheelt het? De goal vanuit een andere hoek.
Barkley. The United States in the 24th minute. Welbeck. Number 13, Jermaine Jones. Cahill. Gerrard. Hij is bezig met een lange solo. Ja, en nu doelpoging. Zo hoort het. Zo, de man met de aanvoerdersband pikt zijn doelpuntje ook mee. En nog een mooi doelpunt ook. Goed hoor, hij hoeft er niet over na te denken. In de hoek. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. Bessler. Number 4, Steven Gerrard. Over de vleugel gepaast en hij vindt zijn man. De Verenigde Staten mogen een strafschop gaan verzilveren. Dat was inderdaad een overtreding. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Hij probeerde hem de bal afhandig te maken, maar maakte daarbij een overtreding. De keeper pakt hem. Mooie redding hoor. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. Doeltrap. Hier zien we het doelpunt nog eens. En hij schiet hem vanuit de 16 met een geplaatste bal in de rechteronderhoek. Jordan Henderson. Dempsey. Ignacio Muniz Vilate fluit voor een overtreding. Deze keeper laat zich niet zomaar passeren. Dat zien we hier nog eens terug. Hij stond op de goede plek even. Cahill. Rooney heeft hem. Dempsey. Hij gooit de bal voor het doel. Eens kijken of er iemand tegenaan loopt. Johnson. Wayne Rooney. Ja, dat is een goede actie. Hij heeft de bal terug. Die bal is door de achterhoede. Knap onderschept hoor. Vrije schop voor de Verenigde Staten. Dat biedt perspectief. Dempsey. Johnson.
Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Die bal zweeft prachtig richting de voorhoede. Hij krijgt hem op de slot. Stopt de bal, maar het gevaar blijft. En de scheidsrechter fluit voor buitenspel van Rooney. Henderson. Hij krijgt toch nog geel, Jury. Ja, maar het was ook een behoorlijke overtreding en daar wordt hij nu voor gestraft. Die tackle was niet helemaal volgens de regels. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Wat hij daar deed was niet volgens de regels. De scheidsrechter heeft gelijk. Ze strijden om de bal. Bradley. Johnson. Jones. Davis. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het... Hij schiet. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Goeie tackle, hij heeft de bal te pakken. Welbeck. We gaan rusten bij 2-1. Ik ben benieuwd wat de tweede helft voor ons in petto heeft. We hebben een spannende eerste helft gezien met kansen over en weer. Ze staan voor, maar het verschil is nog maar klein. Nee, precies, ze staan voor. En, maar die anderen hebben ook veel kansen gehad. Hè. Kijk, en als ze die in de tweede helft benutten, nou, dan kon het nog wel eens heel leuk worden. En de tweede helft is begonnen. Goed gepakt door de keeper. Hij speelt graag op het randje van buitenspel. Maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Rooney heeft hem. Aanval van Engeland eindigt in een hoekschop. Beasley heeft hem. Dempsey. Zo boek je natuurlijk wel treinwinst. Heeft de voorzet. Ja, daar zit hij goed tussen. Goed geanticipeerd op die voorzet. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Goed voor geel. Laten we nog maar eens naar die redding kijken, Jury. Ja, daar stond die goede keeper hoor. Hij liet zich niet verrassen.
is Rooney. Bradley. Anderson. Die man is hij kwijt. Eens kijken wat hij nu van plan is. Hij heeft een sterk schot in de benen. Corner. Welke Engelse speler voelt zich geroepen? Waardeloze corner, zo richting de keeper. Jones. Bal kwijt, eens kijken hoe ze omschakelen nu. Johnson, Bradley, hij schiet. Het is een ingooi. Kunnen de Verenigde Staten nog iets forceren met die wissel? Gerrard. Henderson. Wayne Rooney. De bal gaat over de lijn. De coach gaat voor een andere tactiek. Prima natuurlijk. Ze stonden niet voor niets achter. En hij wordt nu aangevallen. Welbeck. Hij redt het halve veld over. Beasley. Ja, en nu? Ziet er gevaarlijk uit. Hij mist en daardoor blijven ze tegen een achterstand aankijken. Ja, ze hadden gewoon kunnen gelijk maken. Hier zien we de herhaling, Jury. Een goede keeper is zo belangrijk voor een team, even. Dat zie je hier ook. Mooie redding. Wayne Rooney. Op de wreef en een schot. Dat is een goal! Oei, die speler liep al te juichen, maar de grens zet de steekse vlag de lucht in. Het doelpunt wordt dus afgekeurd. Hier zien we het nog een keer, Jury. Ja, het scheelt niet veel, maar de grens heeft gelijk. De speler stond bij het spel en dus gaat het feest niet door. De ploeg die voorstaat gaat wisselen. Met een verse kracht blijven ze denk ik makkelijker aan de leiding.
Lampard heeft hem. Wie gaat de strafschop inschieten voor de Verenigde Staten? Daar krijgt hij een gele kaart voor, hoor. De scheidsrechter vond gewoon dat hij over de schreef ging. Hij moest wel fluiten. De scheid fluit voor een overtreding. Hij was meer met zijn man bezig dan met de bal. Knap ontweken, hoor, die sliding. Het schot wordt geblokkeerd. Zet zichzelf buitenspel. Cahill. Met die tackle herovert hij de bal. Sturridge. Rooney heeft hem. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Hij heeft eerder al geel gegeven aan deze speler. Ik ben benieuwd of er weer een kaart komt. Geel, en dat is zijn tweede. Ja, die mag gaan douchen. Hij gleed naar de bal, maar raakte de speler. Een overtreding dus. Sliding, overtreding. Hij heeft geel gehad en dat is voor de trainer de reden om hem te wisselen. De vrije trap gaat rakelings naast. Ja, maar dat was wel goed gedaan, Evert. Op hem door naar de medespeler. Het schot. Natuurlijk. Laag en buiten het bereik van de keeper. Keurig gedaan, hoor. Hij heeft geen tijd nodig om de bal onder controle te krijgen en hij schiet meteen. De goal vanuit een andere hoek. Dempsey.
goed opgewacht. Hij is duidelijk niet tevreden over dat schot. Jones. Dit is een lekkere pas hoor. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Er komt een verse kracht in. Gerard. Wat een waanzinnig schot. Oh, net naast. Wie gaat er af bij de Verenigde Staten? Rooney heeft hem. Hij wordt op een correcte manier van de bal afgezet. Gerard. Diskerud. Houdt hij het hoofd koel? Op het doel af. Diskerud. Lampard heeft hem. En hij wordt nu aangevallen. Gerard. Dit is Rooney. Barkley. Welbeck. Dit wordt spannend. Hij maakt het af. Weer een doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. Nee, de wedstrijd is gespeeld. En ze bouwen de score nog een keer uit. In blessuretijd. Geweldig. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 4-1. Ja, voor de winnaars is zo'n klinkende overwinning natuurlijk een lekker steuntje in de rug. En de verliezers, die moeten het maar zo snel mogelijk vergeten, dit potje. Precies, uithuilen en opnieuw beginnen even. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.